Welkom bij de Gedachtenstreep, het boekenprogramma waarin ik mensen uitnodig die een boeiend en interessant en belangrijk non-fictiewerk hebben geschreven. Ik heb vandaag Mark Koekelberg te gast. Welkom Mark. Dank u. Jij doseert momenteel filosofie van media en technologie aan de Universiteit van Wenen. Ja. Je doet dat daar in het Duits? Ik doe dat of deels in het Engels, maar vooral in het Engels. Ja, ja, maar ondertussen, je leert daar wel vloeiend Duits ook, neem ik aan. Ja, in de vergaderingen, op de straat. Ja, ja, uiteraard. En je was eerder al verbonden onder meer aan de Universiteit van Leicester, zo moet ik dat uitspreken, denk ik, in de UK. Ja. En de universiteiten van Maastricht en Twente in Nederland. Ja. Dus je bent een academische nomade, hè, zoals dat gaat van tegenwoordig. En je bent ook lid van diverse adviesorganen voor het beleid, met betrekking tot jouw onderwerp, waar we zo dadelijk toe komen. Ik situeer je nog een beetje verder. Je hebt politiek en sociale wetenschappen aan de KU Leuven gestudeerd. Maar daarna ben je naar Engeland getrokken om daar filosofie te gaan studeren. Ja. En daar ben je dan ook gedoctoreerd. Hè. En de rode draad doorheen je werk is techniekfilosofie. Je publiceerde meerdere boeken en talloze artikelen over ethische kwesties rond robotica, drones, zag ik. Zelfs het gebruik van informatica in de financiële wereld en in de geneeskunde. Maar er zijn ook, ja, wat ik noem, wijsgerig antropologische thema's die u bezighouden, wat technologie betreft. Zeker. Vragen over autonomie, verantwoordelijkheid enzovoort. Hè. En het boek dat wij nu als aanknopingspunt nemen voor ons gesprek, dat is zo ongeveer je 10e boek, als ik goed geteld heb. En het is een boek waarschijnlijk anders dan je andere boeken, die in het Engels ook zijn en eerder technisch zijn. Maar dit is een boek voor een breed publiek, zoals men dat noemt. Hè. Het heet AI Ethics. AI staat voor artificiële intelligentie, artificial intelligence. Met als ondertitel hoe omgaan met artificiële intelligentie. Dus dat is het boek dat we zullen bespreken. Ik ga jou als eerste vraag het volgende voorleggen, Mark. Van waar had je als academicus, die normaal vrij technisch werk aflevert, van waar kwam de behoefte om zo'n boek te schrijven? Is het omdat het misschien niet zo, ja, zo geweldig goed gesteld is met de kennis omtrent AI in Vlaanderen of in Nederland? Ja, ja, dat is zeker denk ik een kloof in de zin dat vooral toen het Engelstalige boek uitkwam, het onderwerp nog vrij nieuw was. Dus een Engelstalig boek waarvan dit dan een soort Nederlandstalige dus spin-off is, hè? Inderdaad, ja, okay. De Nederlandstalige versie. En, in die tijd kenden mensen nog zeer weinig ervan. En nu is het zo dat langzaamaan de media dingen hebben opgepikt en dat er een beginnende kennis is. Maar ik denk dat er nog veel debat over kan zijn, over moet zijn. Ja. En ook omdat het een thema is, denk ik, dat het gaat niet alleen over AI, het gaat ook over allerlei digitale technologieën die ons leven vormgeven. En, en dat is eigenlijk belangrijk, denk ik. Mij lijkt het alsof mensen wel erg begaan zijn omtrent energiekwesties, denk discussie rond kernenergie en alternatieve energie enzovoort. Of rond zaken zoals GGO's, genetisch gewijzigde organismen, de biotechnologie, vaccins en dat soort zaken in de geneeskunde. Dat houdt mensen wel heel sterk bezig. Maar alles wat met kunstmatige intelligentie te maken heeft, terwijl dat eigenlijk even sterk aanwezig is, daar komen we nog toe. Ja. Dat lijkt zo wat onder de radar te zitten in publieke debatten, je hoort daar politici nauwelijks ook over. Ja. En dat is een probleem, denk ik. Zeker en vast. Ik denk dat veel IT zit natuurlijk eigenlijk achter de schermen, letterlijk. Je ziet het niet. Je ziet het niet. En dat is een probleem. En het is ook een beetje, het gaat erom ook om te kijken van ja, hoe gaat die nabije toekomst eruit zien als dit soort van ontwikkelingen verder gaat. Daarom denk ik dat het belangrijk is om dit soort thema's aan te snijden. Ja, we gaan er uitvoerig over praten, maar misschien eerst even dit. Voor we dieper ingaan op AI of AI, artificiële intelligentie. Je boek behoort, denk ik, tot de techniekfilosofie. En is het correct om te zeggen dat alles wat te maken heeft met kunstmatige intelligentie,
wat filosofische aspecten betreft, dat dat een onderdeel is van de techniekfilosofie. Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Er zijn ook, ook filosofen die vanuit een ander gebied over die thema iets gaan zeggen. Maar de manier waarop ik het aanpak is echt om te zeggen van kijk, ik heb die ervaring gedaan in de techniekfilosofie, ook in het nadenken algemeen over de ethische kanten van informatie- en communicatietechnologie. En ja, dat is dan een aanpak van dit onderwerp. Dus in plaats van te zeggen van het is allemaal nieuw, is het voor mij ook een stuk om te tonen van kijk, je kunt denken over techniek in het algemeen en dat dan voor een stuk ook toepassen op kunstmatige intelligentie en dat daarin kaderen. Want niet alles is nieuw, niet alles is niet alle problemen ja. Vooral zijn nieuw. In dit geval bijvoorbeeld, we kunnen het er misschien over hebben, maar automatiseringstechnologie is natuurlijk iets dat al bestaat, dat dingen door machines gedaan worden, wat vroeger door mensen werd gedaan. En dat brengt altijd zijn eigen soort van problemen mee. Ja. En dus eigenlijk als techniekfilosoof kan ik dat dan ook kaderen. En dat heb ik voor een stuk ook gedaan dan in het boek, zeker ja. De eerste hoofdstukken. Ik wil bij die techniekfilosofie een beetje blijven hangen, omdat ik denk dat ook in de wijsbegeerte zelf in het algemeen, ik kan niet zeggen dat het een ondergeschoven kind is, maar het is toch iets wat minder aan bod komt, denk ik, aan de verschillende universiteiten, dan andere meer aanwezige disciplines. Ja, ja. Terwijl techniek, technologie, we kunnen dat niet wegdenken, dat zit zo verweven in onze samenleving, dat raakt aan alles. Ja, ja. Terwijl, eigenlijk kan ik zo voor de vuist weg niet zo geweldig veel techniekfilosofen opsommen. Terwijl als ik denk aan ethici of zelfs logici, is dat iets helemaal anders. Ja, de vraag is misschien, is dat correct? Je kunt dat veel beter inschatten, je bent een techniekfilosoof. En zo hoe zou dat komen? Dat het kan niet zeggen een blinde vlek is, maar bijvoorbeeld, als ik denk aan de opleidingen ingenieur, beroepingenieur en industrieel ingenieur enzovoort, zouden die mensen, neem nu aan Vlaamse universiteiten, een vak techniekfilosofie hebben? Wel, er is voor een stuk al een beetje ingenieursethiek, maar niet vanuit de techniekfilosofie. En dat is jammer. Ja. Er zijn ook zeer weinig leerstoelen. En precies, Vlaanderen is daar eigenlijk een bijna een vlinde plek in Europa. Dus we lopen achter. Zeker en vast op dat gebied. Dus daar moet zeker iets gebeuren. Ik denk dat de mindere aandacht voor het onderwerp in de filosofie, in de humane wetenschappen, voor een stuk te maken heeft met het tegenovergestelde van wat de boodschap van techniekfilosofie is. Want de boodschap is eigenlijk dat techniek niet gewoon een middel is, een tool, maar dat het ook echt ons leven vormgeeft, dat het onze manier van kijken naar de wereld vormgeeft. En de manier van denken zelfs. Ja. En filosofen hebben traditioneel dat eigenlijk niet gezien en niet ontwikkeld. Dus eigenlijk is ook voor een stuk heeft dat ook te maken met die traditie van de filosofie die eigenlijk maar recent ook met zeer maatschappelijke problemen en zeer problemen die te maken hebben met techniek, zich daarop heeft gericht. Dus neem nu de industriële revolutie, waar toch voor het eerst het besef ontstond, machines nemen het over, gaan de jobs van arbeiders afnemen. Ja. Er was daar zelfs protest tegen toen al, dat men die spinning machines ging vernietigen en zo. Ja, ja. Er was daar toentertijd geen filosofische reflectie over. Ik denk nu, ik kan ernaast zitten, maar ik denk nu gewoon aan Marx die het over vervreemding had en zo. Ja, ja. Arbeid, waarbij de arbeider vervreemd van wat hij doet en die machines maken dat nog erger. Zou je dat techniekfilosofie kunnen noemen? Eigenlijk niet. Letteren in zekere zin? Te weinig nog. Dus bij Marx natuurlijk vermeldt hij de machines en wat die doen met mensen en vooral met menselijke relaties en met die productierelaties.
Maar de focus is inderdaad op die analyse van labor, van arbeidsrelaties. Het is een economische analyse. Is meer economisch. Ja. En inderdaad het grotere systeem, het kapitalisme. En de rol van de techniek is eigenlijk onderbelicht in dat werk. Ja. Ik heb geprobeerd eruit te halen voor een stuk in mijn inleiding tot techniekfilosofie, maar het is onderbelicht, dus er is veel ruimte eigenlijk vandaag om rond te werken. Die inleiding tot de techniekfilosofie is een eerder boek van jou, voor alle duidelijkheid. Ja, klopt. Ja. En dus wanneer ontwikkelt zich techniekfilosofie dan? Dat is 20e eeuw dan? Vooral 20e eeuw. Er zijn beginnende theorieën in de 19e eeuw, met Kapp en zo. Maar het is vooral 20e eeuw dat eigenlijk filosofen er echt zich hebben op toegelegd. Ja. En natuurlijk, als je dan terugkijkt naar de geschiedenis, kan je bepaalde uitspraken uit de filosofie, bijvoorbeeld uit de antieke filosofie, je kan naar Aristoteles gaan. Je kan daar bepaalde vergelijkingen bijvoorbeeld tussen tools en slaven gaan uithalen, je kan daarmee werken. Maar in feite een echte filosofie die zich als dusdanig begrijpt, die zich als techniekfilosofie presenteert, is zeker meer een 20e eeuws verschijnsel. En kun je ons uitleggen waar die techniekfilosofie zich mee bezighoudt, en reeds van in het begin misschien? Mijn indruk is, wat ik ervan af weet van de beginfase, is dat het vaak nogal pessimistisch is. Zo, technologie neemt het over en de mens gaat eraan ten onder. Dus zoals je dat ook in de fictie en in science fiction verhalen vindt, nogal doemdenkerig. De dystopia eigenlijk. Dat heb je in de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw. Waar eigenlijk het denken over maatschappij, ook in de sociologie bijvoorbeeld, zeer pessimistisch was. Waar men eigenlijk de alle gevolgen van de industriële revolutie, het opkomen van de moderne samenleving, waar men dat eigenlijk probeert in gedachten te vatten. En waar men dan zegt van, tegenover de traditionele samenleving is er toch heel veel veranderd. En er is inderdaad vervreemding in die moderne samenleving en men zag het vrij duister. Daar komen dan nog atoomwapens bovenop. Inderdaad atoomwapens. Ja. Wat trouwens wel veel heeft gedaan voor de techniekfilosofie, omdat dan mensen hebben wel gezien verdorie, die techniek die heeft ook, die geeft macht aan mensen. En die kan ook een enorme impact hebben op ons. Daarbij vergat men dat die techniek al lang een zeer grote impact had gehad. Maar je ziet bij filosofen zoals Hannah Arendt bijvoorbeeld en ook veel andere naoorlogse filosofen, zie je dat ze wel die atoomkracht eigenlijk oppikken om over techniek iets te zeggen. Te reflecteren, ja. En waar houden techniekfilosofen zich vandaag mee bezig? Dus nu is het veld gespecialiseerd, denk ik. Ja. Jij werkt rond alles wat met het digitale te maken heeft in de ruime zin. Ja, ja. Maar anderen met mobiliteit of met of ook met het militaire misschien en zo. Dus is het een te gespecialiseerd gebied geworden ondertussen om een overzicht te hebben? Het is nog mogelijk om een overzicht te hebben. Ik denk dat er ook nog ruimte voor groei is. Okay. Maar het heeft zich inderdaad steeds meer over verschillende gebieden verspreid. Er zijn mensen bijvoorbeeld die ook over energie nadenken, allerlei maatschappelijke problemen. Niet zozeer het medische meestal, sommigen wel, maar omdat daar de bioethiek heeft zich daar al sinds vele jaren op toegelegd. Maar plots worden inderdaad technologie wordt ontdekt in verschillende gebieden van dat speelt toch een belangrijke rol. Het is wel zo dat doordat, zou het de digitale revolutie kunnen noemen, zeker sinds de jaren 90 met internet, dat er toch wel zeer veel aandacht is voor digitale technologieën in allerlei levensdomeinen. We gaan praten over artificial intelligence vanuit dit perspectief. Maar kun je ons misschien nog enkele voorbeelden geven, heel concreet, van wat techniekfilosofen bezighoudt in de ruimere zin?
Misschien mag ik dat zo vragen. Stel dat je een opleidingscommissie bij de ingenieurs moet ervan overtuigen dat er een verplicht vak op het programma moet staan voor de studenten ingenieurwetenschappen, techniek, filosofie. Dus ze moeten er iets aan hebben en ze moeten het begrijpen dat dat noodzakelijk is. Zoals in de geneeskunde, medische ethiek, ik denk dat ondertussen wel doorgedrongen is. Ja, ja. Maar hoe zit dat dan bij de ingenieurs? Hoe zou je die mensen overtuigen? Ja, ik denk dat je bepaalde toepassingen gaat moeten noemen. Hè. Bijvoorbeeld het feit dat we bijvoorbeeld voor heel veel activiteiten in ons leven gebruiken we zoekmachines. Vooral de zoekmachine van Google bijvoorbeeld. Dergelijke zoekmachines zijn niet neutraal. Die geven een bepaalde ranking van resultaten. Die resultaten komen op een bepaalde manier tot stand enzovoort. En technische mensen weten dat wel, maar dikwijls zijn ze niet bewust van het feit dat dat dan ook heel veel gevolgen heeft voor de manier waarop wij ons dagelijks leven leiden. Ook de smartphone op zich, het feit dat ik de hele tijd, als ik wil, mijn e-mails kan checken, de hele tijd kan ik online. En de druk die er bijna is, hè, om op sociale media aanwezig te zijn enzovoort. Dat heeft echt met die techniek te maken. Die techniek is niet gewoon een middel tot een doel dat we al hadden. Maar wordt eigenlijk door de techniek wordt een bepaalde samenleving en een bepaalde manier van leven wordt in het leven geroepen, letterlijk. Ja. Dus voorbeelden zo van het dagelijks leven en dan hun laten inzien ook dat dan hun werk, dat niet gewoon maar een stukje van de puzzel is, maar wel degelijk door een stukje van de puzzel te zijn, toch invloed heeft ook uiteindelijk op mens en maatschappij. Ja. Dus daar ligt wel een grote uitdaging, denk ik ook. Om dat besef te laten toenemen. Ja. Ja. Goed, we gaan het nu over kunstmatige intelligentie hebben. Hè. Ik kan niet anders dan jou eerst even vragen wat we daar moeten onder verstaan. Ja, je wijst er zelf op dat er al verschillende soorten AI zijn. Dus dat maakt het al een beetje ingewikkeld. En er hangen daar ook begrippen aan vast, zoals machine learning en deep learning. Ja. Dus die in je boek leg je dat wel uit. Maar ik denk voor een goed begrip van het gesprek dat wij nu zullen hebben, moet je dat misschien toch even duiden, wat dat precies inhoudt. Als iemand me vraagt wat is de definitie van, het is natuurlijk een begrip dat ook een beetje vaag is en vaag blijft in discussies. Dus op zich is de vraag terecht van waar hebben we het eigenlijk over? En dat is op zich eigenlijk, zoals de meeste definitievragen, is dat ook een filosofisch punt op zich. Ja, misschien moet je het met voorbeelden ook illustreren. Ja. Misschien is een goede manier om te beginnen, is om naar de geschiedenis te kijken. Dus er was een zeer bekende Dartmouth workshop op een bepaald moment waarbij... In de Verenigde Staten dus. In de Verenigde Staten. Spreek ik dan zo'n 50 jaar geleden of meer. Maar waar een aantal wetenschappers bij elkaar zijn gekomen en gezegd hebben van kijk, we gaan kunstmatige intelligentie noemen. Ja. Was dat met Herbert Simon en die mensen? Ja, inderdaad. Mensen die pioniers waren. Ja, je verwijst daar ergens naar. Ja. En die mensen hebben eigenlijk al een bepaalde toon gezet in het debat, wat ook al filosofisch kan in vraag gesteld worden. Namelijk, ze hebben gezegd, doordat ze het kunstmatige intelligentie genoemd hebben, hebben ze het eigenlijk meteen al vergeleken met menselijke intelligentie. En ze hebben gezegd, we gaan met onze kunstmatige intelligentie gaan we de menselijke cognitie imiteren. En dus dat is al een bepaald begrip van kunstmatige intelligentie, het imiteren van de mens. En daar kun je al filosofisch in vraag stellen, moeten we dat doen? Misschien kunnen we een ander soort van intelligentie ontwikkelen. Ja. Maar dat is al interessant op zich. En dan later krijg je dus dan verschillende soorten artificiële intelligentie. Dus de eerste was meer dat je als mens gaat zeggen van kijk, we gaan een bepaalde manier van redeneren in een machine stoppen. Bijvoorbeeld in de geneeskunde, als je een diagnose wil maken, dat kun je in software kun je dat in statements van if, then, als iets het geval is, dan ga je daar naar kijken of dan is dat het waarschijnlijk.
dat is heel, zeg maar, de manier waarop wij mensen redeneren. Wij kijken naar bepaalde evidence, bepaalde feiten en zeggen dan van, ah oké, dan zal het bijvoorbeeld een longontsteking wel zijn. Ja. En zo, dus dat kun je in een... Je kunt dat simuleren, dus dat redeneren kun je simuleren, ja, in een machine. Door voldoende data erin te stoppen. Voilà, en dan kan de machine een inschatting maken. Ik zie die symptomen, dus waarschijnlijk is het dit. Inderdaad. Ja, zoals wij dat ook doen. En dat is begrijpelijk. Maar is dat kunstmatige intelligentie of is dat gewoon het processen, het verwerken van heel veel data en een... Ja, het is... Ik vind het moeilijk om een vorm van intelligentie te noemen. Ja. Het is een, als het intelligentie is, een zeer lage vorm van intelligentie. Ja. Nu, waar ik nu aan denk, intelligentie wordt soms gedefinieerd als het probleemoplossend vermogen. Hè. Dus dat je met een probleem geconfronteerd wordt en dat je, dat je het eenslands links probeert en als dat niet lukt, dat je het eenslands rechts probeert. Ja, ja. Dat vinden we intelligent, hè, om het op een adequate manier te benaderen, een probleem. Ja, ja. Maar neem nu bijvoorbeeld zoiets als de GPS. Iedereen kent de GPS. Ja. Je stopt je bestemming in, mm-hmm, maar dan blijkt er onderweg een obstakel te zijn, er zijn werken, mm-hmm, ergens, en dan gaat de computer het gaan herberekenen. Ja. De computer, de GPS, het systeem, herberekent het en doet dan een suggestie, of ik krijg soms ook suggesties als er een file is of zo, dan stelt mijn eigen GPS mij voor, je zou misschien beter dit of dat doen en zo, en dan kan ik dat volgen of niet. Ik kan denken slimmer te zijn en dan rijd ik mij vast in de file. En dan denk ik, verdomd, ik had naar de GPS moeten luisteren. Is dat kunstmatige intelligentie? Het is zeker kunstmatige intelligentie in zoverre dat dan inderdaad probleem oplossen intelligentie is. Ja. Maar het is natuurlijk een zeer breed begrip van intelligentie. Ja. Voor mij is intelligentie ook... heeft ook te maken bijvoorbeeld met het improviseren, met onverwachte problemen op te lossen. En niet alleen problemen op te lossen die er al zijn, maar ook bepaalde, de definitie van het probleem te maken. En dat doen filosofen natuurlijk dagelijks, zeg maar, als hun job. Maar doen wij ook als mensen soms, hè, dat we niet weten wat is hier eigenlijk aan de hand. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in ons persoonlijk leven of zo. En dan eigenlijk gaat het niet alleen om het oplossen van een vraag die er al is. Maar het is ook intelligentie in de zin van wat is eigenlijk het probleem dat we hier moeten oplossen? Ja. Van persoonlijk tot maatschappelijk. En dat zijn dingen, denk ik, die nog steeds zeer moeilijk zijn voor kunstmatige intelligentie. Wat men wel heeft, dus is naast die klassieke artificiële intelligentie, heeft men nu die machine learning. Ja, en deep learning. Dat kun je misschien toch even toelichten. Ja, dus dat werkt eigenlijk met statistiek. Dat je gaat zeggen van, kijk, er is zoveel kans dat als iets voorkomt, dat het andere ook voorkomt. Dus de machine gaat eigenlijk een correlatie maken tussen twee dingen op basis van data. En daardoor leer je wel veel. Je leert veel over patronen die er zijn. Wat wel een probleem daarbij is dat niet altijd causale verbanden zijn. Dus het is niet omdat iets voorkomt dat dan noodzakelijkerwijs dat het een de oorzaak is van het andere. Dus je hebt nog wel menselijke theorie nodig, denk ik. Maar het is wel een heel interessante, het leidt tot zeer interessante toepassingen. Hè. Bijvoorbeeld met spraaktechnologie, je kunt op die manier kun je eigenlijk de machine voor een stuk onze taal laten leren. Want het leert dat als er bijvoorbeeld een bepaald woord voorkomt, dat je dan daar zo en zo moet op reageren. En dit soort van toepassingen eigenlijk zien we steeds meer vandaag. En het is vooral die kunstmatige intelligentie eigenlijk waar steeds meer discussie over is en waar denk ik de ethiek en de filosofie ook een bijdrage kan leveren. Begrijpen. Dus onder machine learning of deep learning moeten we dan systemen begrijpen die leren uit de data die ze gevoed krijgen, mm-hmm, en daardoor een zeker onvoorspelbaar karakter ook voor ons krijgen. Wij kunnen niet meer weten hoe het systeem zal reageren. Ja, dus omdat we het zelf eigenlijk, er zijn zoveel data en we kunnen zelf die patronen niet meer goed zien, daarom gebruiken we net die kunstmatige intelligentie.
Stel bijvoorbeeld het klimaat, dat is misschien ook een interessant onderwerp om terug te komen, maar je hebt zoveel gegevens over wat er op de aarde gebeurt allemaal, al die natuurfenomenen. Als mens, dingen zoals weer en klimaat, je kunt dat niet meer, er zijn te veel factoren. En kunstmatige intelligentie kan ons daar helpen om die patronen te ontdekken. Maar we weten niet precies hoe het van die input, van die data, hoe het naar een bepaald resultaat komt. Ja. En dat is soms lastig, omdat je... dan kun je het moeilijk aan andere mensen uitleggen waarom dat resultaat er is. Dat heeft ook zijn ethische problemen, bijvoorbeeld juridisch, als dat soort systemen gebruikt worden om beslissingen over mensen te maken. Ja. Kunstmatige intelligentie is niet nieuw, begrijp ik, hè? Maar je hebt daar dus generaties ook in ondertussen. En het lijkt nu toch wel behoorlijk snel te gaan de laatste jaren, leer ik onder meer uit je boek. En je verwijst bijvoorbeeld naar AlphaGo, dus jij noemt dat dan een AI, dus een kunstmatige intelligentie, AlphaGo. En dat is een programma, noem ik het nu maar, dat de wereldkampioen van het spel Go, of Go, ik weet niet hoe je het moet uitspreken, Lee Sedol, versloeg in 2016. Dat is een buitengewoon complex spel, complexer dan schaak. Ja. In schaak zijn computers ons al lang de baas. Hè. Iedereen herinnert zich Kasparov 20 jaar geleden, die niet kon geloven dat hij geklopt was toen. Ja. Maar nu is het ook in het nog veel ingewikkelder spel Go gebeurd. Ja, ja, ja. En dat is in 2016. Niet zo lang geleden. Mm-hmm. Is dat een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van artificial intelligence? Ja, ik denk het wel, omdat het is een spel waar blijkbaar toch ook mensen zeggen van ja, je moet toch ook je menselijke intuïtie gebruiken en zeer strategisch of zo kunnen denken. En dat de computer dat dan kan doen, is natuurlijk een volgende klap. Ja, misschien hier even voor alle duidelijkheid. Ja. Is het zo dat die computer inderdaad iets doet wat wij, moest het bij mensen zijn, dat wij intuïtie noemen? Of doet hij ontzettend snel, ontzettend veel berekeningen, continu? Mm-hmm. Als het laatste het geval is, dan is dat wel heel erg knap. Ja. Maar is dat dan een soort kunstmatige intelligentie? Daar kun je je vragen bij stellen, toch? Ja, maar als hij een andere, mysterieuzere aanpak heeft, dan wordt het interessanter in zekere zin, filosofisch misschien toch. Ja, ik denk dat het blijven berekeningen. Het is geen menselijke intuïtie en in die zin het is misleidend om te zeggen dat het een imitatie is. En dus opnieuw die term kunstmatige intelligentie is misleidend daar. Maar doordat het met statistiek werkt, doordat het snel berekenen kan het wel een zet doen die voor mensen zeer onverwacht is. Ja. En dat is wel interessant, omdat ook voor creativiteit, voor kunst enzovoort, dat we dus kunnen soms moves zetten, zien van zo'n machine. Waar wij niet meteen zouden opkomen. Voilà, omdat wij op een andere manier dikwijls denken. Natuurlijk, wat wij intuïtie noemen, heeft wellicht ook te maken met het uitvoeren van berekeningen in ons brein. Op een manier die we niet doorgronden. Daar raak je natuurlijk aan een grote filosofische discussie. Ja. Waar sommige filosofen zeggen van we zijn eigenlijk een soort robots sowieso. Het brein is computational, is eigenlijk een rekenmachine. Ja. Waar dan andere filosofen zeggen nee, er is nog... Voor ons is er dat mysterie. Iets ondergrondelijks nog. Voilà. Dat is denk ik ook in de filosofie echt, heeft te maken met echt heel verschillende richtingen van hoe aan filosofie wordt gedaan. Dus dat is een zeer grote vraag. Misschien komen we daar nog op terug. Ja. Nu, zo'n programma wint een spel. Go is al wel een spel. Ja. En misschien denken veel mensen dat is toch geen probleem dat computers ons de baas zijn in het winnen van schaakspelletjes of zoiets als Go of wat dan ook. Maar kunstmatige intelligentie zit niettemin ondertussen overal. Hè. Je verwijst naar transport, marketing, gezondheidszorg, het bank- en verzekeringswezen, veiligheid, wetenschap, defensie, kunst.
fabrieken gaan zomaar door. Ja. Dus je kunt het niet meer wegdenken. En mensen realiseren zich dat waarschijnlijk niet genoeg. Mm. Ik ga meteen een voorbeeld geven uit je boek, dat toch wel tot de verbeelding spreekt. Mm. Namelijk dat er kunstmatige intelligentieprogramma's zijn die rechters, in de rechtbank dus, bijstaan om een beslissing te nemen. Ja. En ik geef er meteen nog een ander voorbeeld bij, dat de Amerikaanse politie, maar zelfs ook al de Europese ondertussen begrijp ik, een programma gebruikt om te voorspellen wie misschien zal recidiveren. Hè? Dus iemand in de gevangenis of die losgelaten wordt uit de gevangenis, die vrijkomt. Maar dan kan het programma zeggen, ja, zoveel procent kans of risico dat die persoon zal hervallen in de misdaad. Ja, dat roept toch ontzettend veel vragen op. Dus die rechters en dat recidieve voorspelprogramma, misschien moeten we daar toch even bij stilstaan. Ja, ja. Ja, inderdaad. Dus dat was noemde Compass in Amerika. En de controverse was daar, dus één ethisch probleem dat daarmee was, was dat het bevooroordeeld was. Dat is het politieprogramma, hè? Het recidivi-programma. Ja, dus waar de politie mee werkt. Inderdaad, ja. Dus de rechtbank die dan moet beslissen van mag die persoon vrij of niet. Eigenlijk hoort het hier samen. Ja, je hebt ook een interessant voorbeeld van de politie, die predictive policing, die gaat dingen voorspellen, ook zeer interessant. Maar om nu even dat voorbeeld te nemen, dus daar, van Compass. Van Compass was dus het probleem van dat uiteindelijk mensen die een zwarte huidskleur hadden dan meer kans om aangeduid te worden als mogelijke recidivisten dan iemand met een witte huidskleur. Ja. En dus dat was een probleem. Maar voor mij is het gaat niet alleen over die biases. Dat is natuurlijk ook deels contextafhankelijk. In Amerika zijn zeer grote discussies daarover. Maar het gaat ook over van moeten we eigenlijk dat soort beslissingen wel aan machines overlaten. Maar ik las ook dat rechters zijn ook niet altijd betrouwbaar natuurlijk, vergissen zich ook. En dat de computer het soms beter lijkt te doen dan de rechter. Dus wat moeten we daar? Net zoals. Ik ga even naar de geneeskunde, dat is misschien, daar hebben we misschien meer controle op, bij wijze van spreken. Er zijn programma's die in de geneeskunde worden gebruikt en die voorspellen, niet de kans op recidive in de misdaad, maar die doen voorspellingen over onze mentale en fysieke gezondheid. Ja. Ja, dan denk ik, daar kun je dus niet tegen zijn. Ja, als dat de geneeskunde helpt en accurate voorspellingen doet, dan zijn wij daar toch allemaal bij gebaat. Dan weet je beter welke medicatie moet ik nemen, welk dieet moet ik volgen, weet ik veel wat allemaal. Dus daar kunnen we toch zeer positief tegenover staan. Of sluipen ook daar dan bepaalde biases of vooroordelen in? Ja. Het zal niet perfect zijn, neem ik aan, maar mensen zijn ook niet perfect natuurlijk. Dat klopt, en bijvoorbeeld bepaalde biases die al bij mensen bestonden in de geneeskunde bijvoorbeeld, is een bekend voorbeeld, is dat een groot deel van onze geneeskunde gebaseerd is op het mannelijke lichaam. Ja. Dus zo'n bias, zo'n AI is op die gegevens gebaseerd uit het verleden, dan die onderzoeken die vroeger gebeurd zijn, die worden dan ook meegenomen. Maar bijvoorbeeld wat wel een probleem kan zijn, is dat je daar ook, je hebt altijd dan bij diagnose bijvoorbeeld die valse positieven en valse negatieven. Dus mensen hebben het wel, maar het wordt niet gediagnosticeerd, niet gezien, of mensen hebben het niet, maar in dit geval machine zou dan zeggen dat ze het hebben. Wat natuurlijk zeer problematisch is als je iemand vertelt, je hebt kanker en je hebt het niet en dat soort van dingen. Mensen maken ook fouten daar, maar merkwaardig genoeg hebben we toch een zeer groot probleem als de machine die fout maakt. En terwijl dat we bij mensen zeggen van ja, het kan eens gebeuren dat we die fout maken. Dus dat is een probleem bij machines. Idealiter zou je kunnen zeggen, je gaat zowel de mens als de machine naar kijken. Of de mens interpreteert wat de machine suggereert. Inderdaad. Ja. Dus dat is ideaal. Zelf ben ik daar enorm voor. Ik denk ook dat voor de geneeskunde, zoals je zegt, is moeilijk om er niet positief over te zijn. Zelf zou je, als je iets hebt, zou je graag willen dat
dat men ook dat additioneel gebruikt. Het probleem is dat, dat dikwijls automatisering gebruikt wordt om te besparen. Specialisten zijn duur. Of in elk geval kunnen dat ook ja, aan de samenleving vragen. Betekent natuurlijk dat men probeert te besparen. En dan is het probleem dat we dreigen naar een situatie te gaan, of het dan in de geneeskunde is of in kerncentrales of in allerlei kritische systemen, waar mensen dus niet meer aan te pas komen, of slechts in uitzonderlijke gevallen. En daar, denk ik, hebben we wel een probleem. Ja, ja. Ik herinner mij, decennia geleden al bestonden er zogenaamde expert systems. Mm-hmm. En men nam die bijvoorbeeld mee op lange bootreizen, waar geen dokter kon meegaan aan boord. Maar, ja. maar toch had je daar vele tientallen mensen, die konden ziek worden natuurlijk, als je zo'n half jaar op zee bent. En dat expert system nam dan de rol van de arts op zich. Ja. Je voerde de symptomen in en dan deed dat een suggestie. Dus het is in die zin dat jij denkt misschien. En wat, kijk, wat zoiets betreft, ja goed, dan kan ik nou denken, ja, dit is misschien toch positief. Maar inderdaad, stel nu dat er geen rechters genoeg zijn en de machine oordeelt over jouw schuld of onschuld, over de strafmaat enzovoort. Dat lijkt bizar. Ja, ja. Ja. Maar kunnen we ons voorstellen dat het toch ooit zal gebeuren? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het nu al voor een stuk gebeurt en dat het steeds meer ook in de commerciële sfeer en zo zal gebruikt worden. En het probleem is, als echt iets misgaat, dat je nu, in principe is er een mens en die mens kun je verantwoordelijkheid toeschrijven. Ja. Je kunt zeggen van, ja, je hebt het gedaan. En ook de mens moet het dan uitleggen en kan het ook uitleggen in principe. Het wordt niet altijd gedaan, dat is een andere vraag. Maar de mens kan het wel. En het probleem met sommige van die machine learning systemen is dat inderdaad dus niet duidelijk is hoe ze aan hun resultaat komen. En dan gaat er iets mis. Ze kunnen zich niet verantwoorden. En dan, ze kunnen zich niet verantwoorden en ze kunnen het zelfs niet motiveren, uitleggen. Ja. Ja. En voor mij, dat heb ik dan ook in een artikel uitgewerkt, is verantwoordelijkheid niet alleen over van wie heeft het gedaan, maar ook, kun je het aan iemand uitleggen die er nadeel van heeft. Ja. Ik denk dat dat een deel van de morele plicht is die we dat hebben. Dat iemand begrijpt waarom hij schuldig wordt bevonden en die of die straf krijgt. Bijvoorbeeld. En de machine gaat dat niet kunnen, redeneer je nu. Nee, die gaat kunnen zeggen, eigenlijk is de redenering erachter dan altijd, ja, dus volgens de statistieken gaan we niet vertrouwen dat jij dit en dat. Maar om op die manier met mensen om te gaan, dat is de vraag van willen we dat wel? Willen we op die manier met mensen omgaan? Okay. En hebben die mensen niet recht om een andere uitleg te krijgen van een menselijke rechter? Hoor ik je nu zeggen dat we het risico lopen dat we ons, net zoals dat gebeurd is met fossiele brandstof bijvoorbeeld, dat we ons te afhankelijk zijn aan het maken van artificial intelligence? Ik denk het wel. En dat we gaan te ver en er gaat geen weg terug zijn? Ja, dat denk ik wel. En dat is denk ik in het algemeen zo met digitale technologie. Het is natuurlijk allemaal fantastisch, het maakt heel veel mogelijk. Maar het betekent dat die infrastructuur daarvoor en de hele wereld die we opbouwen op basis van die technologie, dat natuurlijk, als er dan iets gebeurt daarmee, dat we serieus in de problemen kunnen komen. En dat is natuurlijk voor een stuk met veel technologieën. Het is ook iets wat ik in mijn boek Human Being at Risk vroeger heb gezegd, van dat je telkens met nieuwe technologieën ook nieuwe kwetsbaarheden creëert. Zowel voor mensen persoonlijk, als ook voor een samenleving. Bijvoorbeeld wat er nu gebeurt met de afhankelijkheid die we hebben in de energie sector van gas, van olie. Dergelijke sterke afhankelijkheden hebben we ook van die digitale technologie en dan later van de AI. En ik ben een beetje bang als we ons zo sterk op die ene soort van technologie, als we ons daarop toeleggen, dat op bepaalde momenten, als er iets misgaat, dat een hele samenleving plat komt te liggen. En we moeten dus over nadenken wat kunnen we dan wel doen om dat te vermijden?
hoe kunnen we het veiliger maken? Hoe kunnen we ook die afhankelijkheid voor een stuk beperken? Mensen toch een rol laten hebben in op bepaalde gebieden. Ja, is daar ook een probleem dat sommige mensen zullen mee zijn en anderen niet? Ja, even heel concreet, ik heb zelf geen smartphone. En dat werkt behoorlijk goed, maar ik begin nu toch te merken, bijvoorbeeld in sommige restaurants of zelfs cafés, moet je betalen met je smartphone of je kunt de menukaart niet lezen, want je moet ze inscannen enzovoort. Ja, ja. En dat is allemaal geen ramp, maar toch, dat zijn, of betalingen die je niet meer kunt doen zonder smartphone enzovoort. Kleine dingen zo. Zo kleine dingen, zo langzaam, maar zeker begin ik dat te voelen van, ik heb dat dus blijkbaar nodig. Of ik heb iemand naast mij nodig die het voor mij kan doen, maar ja, dat komt dan op hetzelfde neer. Precies. Dus zijn we wereldwijd een probleem aan het creëren dat een heleboel mensen niet zal mee zijn met alles wat artificial intelligence teweeg brengt? Ik denk het wel, vooral omdat een deel van de mensen gaat het niet begrijpen waar het over gaat. En op dezelfde tijd toch de gevolgen dragen van die beslissingen bijvoorbeeld die met de hulp van artificiële intelligentie zijn gemaakt. En in het algemeen doet dat natuurlijk ook denken aan de ongelijkheden en de onrechtvaardigheden die er wereldwijd zijn, ook binnen samenlevingen. Daar moet je ook denk ik durven politieke vragen stellen, zoals ik ook doe in mijn recente werk, als ik schrijf over de politieke filosofie van AI. Waar je moet durven de vraag stellen van, kijk, gaan bepaalde ongelijkheden die er nu al zijn, gaan die niet verergerd worden? Ja, ik citeer even, ik heb een zin overgenomen uit je boek. We moeten ons niet alleen afvragen wat en hoe groot de positieve of negatieve gevolgen van AI zullen zijn, maar ook wie die gevolgen zal dragen en hoe. Ja. En het is in de context onder meer van gezichtsherkenning en criminaliteit en privacy kwesties. Misschien moeten we dat even uittypen als concreet voorbeeld van hoe AI tot een tweesporenbeleid als het ware kan leiden en dat sommige mensen de baten zullen hebben, maar andere mensen de lasten zullen dragen. Ja, ja. Ja, bijvoorbeeld als je een systeem hebt dat surveillance doet, dat bewaking doet, dan kan je weer die biasen hebben dat sommige mensen die er op een bepaalde manier uitzien, dat die door het systeem gezien worden als dat er meer kans is. Ja, dat zijn een veiligheidsprobleem. Er zijn al concrete voorbeelden van. Er zijn al mensen die onschuldig in de gevangenis zijn terechtgekomen omdat een AI-programma hun gezicht denkt te herkennen. Ja, ja. Dus, en als dat dan verbonden is met bestaande discriminatie van diezelfde mensen in een bepaalde samenleving, dan maakt die technologie natuurlijk, maakt het nog erger. Dan heb je niet alleen bijvoorbeeld in de Verenigde Staten dat er dan het gevoel of de realiteit is dat bijvoorbeeld de politie tegen een bepaalde bevolkingsgroep is. Dat is dan mensen worden beschuldigd, maar als je dan ook nog die artificiële intelligentie hebt die dat gaat versterken, dan is het hek helemaal van de dam natuurlijk. En dan krijg je een samenleving die zeer sterk gepolariseerd raakt, waar bepaalde groepen zich zwaar gediscrimineerd voelen, onder andere met de hulp van technologie. Ja. Jij bent al bij al niet al te pessimistisch, heb ik de indruk. Maar je verwijst wel naar auteurs die denken dat kunstmatige intelligentie echt een bedreiging vormt. Zo in de zin van, de robots nemen het van ons over. Hè. Ja, ja. Er zou een vorm van AI kunnen komen die slimmer is dan alle mensen samen. Ray Kurzweil is een bekend iemand die daarover schrijft en hij niet alleen. En dat zou dan voor ons een existentieel risico vormen. Dus ons bestaan zelf als menselijke soort. Zou daardoor bedreigd worden. Wat moeten we daarvan denken? Is dat allemaal far-fetched en van de pot gerukt en goed voor fictie? Of zit daar toch een grond van waarheid in? Ik denk dat de grond van waarheid is eerst en vooral denk ik in het transhumanisme dat technologie wel degelijk een grote invloed op mens en samenleving heeft, dat er een zeer sterke
verbinding is tussen mens en techniek en dat dus er bepaalde gevaren kunnen zijn. Er is ook een grond van waarheid in de zin dat, dat er zeer concrete overnames zijn, die automatisering waar we over spraken, al in de industriële revoluties voordien en nu ook in de digitale revolutie waar mensen hun job verliezen. Dat zijn denk ik zeer concrete en die zijn voor mij existentieel in een andere zin, namelijk voor het bestaan, concrete bestaan van mensen. Ja. Dus daar denk ik dat er inderdaad gevaren zijn en dat het goed is om daarop te wijzen. Maar ik denk dat mensen zoals Kurzweil, Bostrom en anderen toch te veel eigenlijk hun gedachten te ver laten lopen eigenlijk naar die hele verre toekomst. Ja, die mensen zien dat ook niet noodzakelijk als iets negatiefs. Mm-hmm. Nee, dus je verwees naar het transhumanisme. Mm-hmm. Ja. Dat zijn mensen die daar eigenlijk op aansturen. Ja. Ja. En wat denk je dan? Ja, dus zij denken dat het op zich geen probleem is als de menselijke soort verdwijnt. Dat we de mensen kunnen upgraden, moeten upgraden. Of vervangen door een hogere intelligentie. Die zich dan ook bijvoorbeeld in de kosmos zou verspreiden. Ik denk dat het problematische ideeën zijn. Waarom? Omdat je dan, als je daar echt in gelooft, dat de toekomst is. Dit is een soort van utopische wereld eigenlijk. Dan bepleit je het verdwijnen van onze eigen soort. Verdwijnen van de mens. En ik denk dat problematisch is. Niet zozeer omdat... Je zou vanuit een zeer oude humanistische kant kunnen zeggen van... Ja, het is sowieso slecht dat de mens verdwijnt. Dat denk ik is meer een dogmatisch argument. Maar je zou kunnen zeggen vanuit een niet-dogmatische kant van... Kijk, mens zijn is het waard om een aantal redenen en heeft zin. En van daaruit vertrekken en zeggen van kijk, dan moeten we oppassen met dat soort van ideeën. Maar zij kunnen natuurlijk argumenteren, ja, we willen niet zozeer de mens doen verdwijnen, maar we willen de mens verbeteren. Want die is verre van perfect, we zitten vol genetische defecten en ons brein is ook niet bepaald optimaal enzovoort. En met robotica en genetica en noem maar op, gaan we een betere versie van de mens creëren. Ja. Dus niet zozeer een vervanging van de menselijke soort, maar een gelukkiger soort, een betere soort, die langer leeft, die slimmer is, die moreel meer werkt. Is daar een onderscheid trouwens tussen wat jij noemt posthumanisme en transhumanisme in dit debat? Wat ik posthumanisme noem is meer dat je erkent dat er ook nog andere wezens zijn en dat het geen probleem is dat er die robots zijn en zo. Maar dat heeft minder te maken met het argument van we gaan de mens verbeteren. Mm-hmm. Dat is de transhumanisten. Transhumanisme is meer het verbeteren van de mens. En daar denk ik dat ze wel een stuk een argument hebben, als het niet om vervangen, maar om verbeteren gaat, in de zin dat natuurlijk we nu al met de geneeskunde bijvoorbeeld, laten we eigenlijk al mensen langer leven. We grijpen in de natuur, we aanvaarden de natuur niet. Dus zijn we gelijk, denk ik, dat die techniek en dat veranderen van de mens eigenlijk bij ons hoort. Maar de vraag is van, ja, moeten we inderdaad bijvoorbeeld heel lang leven? Daar kun je ook filosofische vragen rond stellen. En ook, als het verbeteren van de mens bijvoorbeeld ten koste gaat van een zeer grote groep mensen die het dan niet hebben, als het weer gaat over enkele mensen die... De haves en de have-nots, enkele mensen die ervan profiteren. Dus ik denk dat we heel veel vragen daarover moeten stellen. Ook sommige ideeën zoals de onsterfelijkheid, denk ik, is zeer problematisch. Van is onsterfelijkheid in principe mogelijk? En dan zie je dat sommige mensen daar wel in geloven. Maar ik vind het dan ook een geloof. Het is voorlopig nog niet aan de orde, denk ik. Het is in elk geval op de korte termijn hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Wat ook wel opvalt is dat experts lijken mij toch sterk verdeeld te zijn over
hoe je moet denken over artificial intelligence. Beetje vergelijkbaar ook met GMO's of genetisch gewijzigde organismen. Sommigen zeggen dat dat lost het hongerprobleem op. Anderen zeggen dat dat voelt ons naar de ondergang. Ja, ja. Voor sommigen zal AI een zegen zijn. Voor anderen zal het einde van de mensheid betekenen. Welke positie neem jij daarin? En ik merk ook nog even op, jij wijst er ook op, er zijn ook blijkbaar grote culturele verschillen in de houding er tegenover. Ja, ja. Europa is misschien wat pessimistischer, omdat wij die verhalen van Mary Shelley, haar Frankenstein-boek, en je verwijst naar andere culturele aspecten, die dat debat een beetje overschaduwen, moet ik misschien zeggen, en die ons dan bijna vanzelf tot een zeker pessimisme doen neigen. Ja. Terwijl in Japan, is het voorbeeld dat je aanhaalt, kent men die verhalen niet en staat men er doorgaans veel positiever tegenover. Ja, ja, ik vind het in elk geval zeer interessant om te kijken van hoe andere culturen, andere samenleving daarmee omgaan. En in Japan komt het uiteindelijk van een soort van natuurfilosofie eigenlijk. Manier van naar de wereld kijken waarbij planten, steen enzovoort, waar die natuur niet noodzakelijk onbezield is of onspiritueel. Ik denk dat we open moeten staan om tenminste te kijken naar van wat zijn niet-westerse manieren om naar de wereld te kijken en dus ook naar techniek. Wat optimisme, pessimisme betreft, probeer ik daar een positie voorbij dat soort van gepolariseerd denken te nemen. In de zin dat ik denk van we moeten absoluut niet de ontwikkeling van technologie en wetenschap stoppen. We moeten daar absoluut mee verder gaan. Maar we moeten het op een ethische manier doen. En ook op een manier die politiek te verantwoorden is. Als je verwijst dan bijvoorbeeld naar de biotechnologie of je kunt ook denken aan nanotechnologie, dan zie je dat er vaak debatten zijn geweest al over dat soort van dingen en dat eigenlijk over de digitale technologieën en de AI die nu ons leven bepaalt, dat daar eigenlijk verbazend weinig politiek debat over is. Dus dat is maar zeer recent eigenlijk dat daar interesse voor is. Dus daar vind ik van, daar moeten we ook als samenleving proberen om te zeggen van kijk, nu hebben we die nieuwe technologieën. Het is belangrijk dat we dus nu niet meer alleen maar over kernenergie, over genetica en zo praten, maar dat we ook over die kunstmatige intelligentie het hebben. Ja, laat ons misschien nog een voorbeeld wat dieper uitwerken. Mm-hmm. En ik koppel dat ook aan de discussie die je voert in je boek over AI als moral agent of moral patient. Ja. Dat vind ik een interessant onderscheid ook. Dus kan AI zelf ook moraliteit met zich meebrengen? Of zelf ook onderwerp zijn van morele evaluatie? Ja, als ik mijn computer stuk gooi, is dat niet noodzakelijk ethisch fout. Het is een beetje raar, maar niet per se fout. Die laptop voelt dat niet enzovoort. Ja. Als ik een hond tegen de muur gooi, is dat natuurlijk iets totaal anders. Ja. Maar wat inderdaad als artificial intelligence, een vorm van bewustzijn, lastig wat we daar moeten onder verstaan, maar goed. Laat ons een beetje verder kijken dat AI zo toch iets wordt als een soort persoon waar je mee interageert. Ja. Kijk, er was die man, Blake Lemoine, of hoe moet je het uitspreken, die onlangs zou ontslagen zijn door Google, omdat hij dacht dat zijn programma waar hij mee werkte, een AI-programma, bewustzijn had ontwikkeld. Ja. Je weet waarover ik het heb natuurlijk, dat was recent in het nieuws. Dus ik kan mij voorstellen dat in de toekomst wel meer zal gebeuren, dat mensen de indruk hebben, ik heb hier met een soort persoon te maken. En dan moet je niet alleen over mensenrechten, maar ook over robotrechten of zo gaan spreken. Dus dat is het punt, AI als moral patient, juist. Ja. Maar er is dus ook AI als moral agent. En dat is eigenlijk het voorbeeld dat ik een beetje wil uitwerken. En ik denk dan heel concreet aan autonome voertuigen. Dus auto's die zelf de weg zullen vinden, zelf zullen remmen en sturen en links en rechts zullen afslaan enzovoort. Dus ze hebben eigenlijk geen chauffeur meer nodig. Zij zijn zelf
chauffeur. Ja. Het valt me wel op dat, dat daar behoorlijk veel over gedebatteerd wordt onder filosofen en mensen die met mobiliteit bezig zijn enzovoort. Ja. Maar je hoort er inderdaad heel weinig politici over. Mm. Terwijl dat, dat, het zou kunnen dat dat binnen 10 jaar standaard wordt op de wegen. Dus verre van zeker, maar toch. Ja. En dus wat ik nu wou vragen aan jou, Mark, is heel specifiek wat die moraliteit betreft. Kijk, er zijn studies die zeggen, god, dat zal misschien 100.000 doden schelen, als ik het zo sec mag uitdrukken, jaarlijks. Want nu nog vallen er meer dan 1 miljoen doden op de weg wereldwijd per jaar, wat, wat een onvoorstelbaar groot aantal is. Ja. Door menselijke chauffeurs, hè, allerlei redenen, vermoeidheid, alcohol, snelheid, infrastructuur van de wegen, de auto's, noem maar op. Ja. Een van de sterke argumenten, denk ik, van de AI-mensen en van de pro-autonome voertuigmensen, is, we gaan dat getal, gigantische getal van meer dan 1 miljoen, sterk reduceren, want robots worden niet moe en ze kunnen niet drinken en ze maken dat soort menselijke fouten niet en gaan ze maar door. En waarschijnlijk is dat nog waar ook, maar ze gaan niettemin toch ook ongelukken veroorzaken. Zeker en vast, ja. Ja. Ja, ik bedoel, pragmatisch gezien denk ik dat we nog een hele, dat er nog een hele tijd zal overgaan tot, tot de geautomatiseerde voertuigen echt het aankunnen. Maar het zal blijkbaar in stadia zijn, hè? Dus dat een auto vanzelf afremt als je te denkt, dat bestaat nu al, dit soort technologie. Er zijn gradaties in automatisering. Dus 100% autonomie is misschien nog ver weg, maar dat ze steeds autonomer zullen worden, dat lijkt wel voorspelbaar. Ja. Ja, het is ook weer een het heeft te maken met ethiek ook weer, van hoe je redeneert natuurlijk. Als je vanuit een utilitair, consequentialistisch standpunt redeneert, dan zeg je, kijk je naar het geheel en zeg je van kijk, er zijn zoveel, je kijkt naar de statistieken. We moeten dit zo snel invoeren, zeg je dan. We moeten dat snel invoeren, ja. Langs de andere kant heb je weer dat probleem dat dat we toch moeite hebben om dingen te aanvaarden, als, om doden te aanvaarden bijvoorbeeld, hè, als het de machine doet. Dus dat blijft, dat is dan weer vanuit een andere kant. Ja, interessante kwestie, wie is dan verantwoordelijk? Hè? Dus stel, het autonome voertuig heeft een programma dat utilitaristisch of op een andere manier geprogrammeerd is, waardoor het een bepaalde keuze maakt. Rijd ik die fietser omver of knal ik tegen die boom? Hè, om zo'n typisch dilemma naar voren te brengen. En dan achteraf moet je het verantwoorden, maar wie is dan aansprakelijk? Is dat de machine? Kunnen we een AI-programma voor de rechter brengen? Dat lijkt lastig. Is het de chauffeur? Er is eigenlijk geen chauffeur, de passagier dus. Is het de maker? Is het Tesla of Google of welke firma ook? Ja. Of is het de programmeur die het morele systeem erin stopte? Hoe gaan we daar... Ja, het is een voorbeeld dat ik ook in het boek geef om aan te tonen eigenlijk dat je dan over verantwoordelijkheid moet nadenken. Dus de machine kan het inderdaad niet overnemen. Het kan geen moral agent zijn. En wat ik noem de many hands, de vele handen, gaat erover dat, dat je die verantwoordelijkheid eigenlijk moeilijk vaak aan één persoon of aan één rol, één organisatie enzovoort kunt toeschrijven. Ja. Dus ik denk dat we naar een model moeten gaan waarbij je ook verantwoordelijkheid kunt distribueren. Of je moet een systeem hebben zoals we nu hebben, voor vele verkeersgevallen, is dat we met verzekering werken. In feite, no fault. Dus niemand, er wordt vanuit gegaan, we gaan niet naar de fout kijken, wettelijk dan. En we gaan alleen regelen van wie er betaalt. Dus zo kun je ook als samenleving ermee omgaan. Dus je hebt daar ook, denk ik, pragmatische manieren om... Dat je niet culpabiliseert, als het ware, maar wel voor een vergoeding zorgt, op een neutrale manier. Natuurlijk zou je kunnen zeggen, misschien in sommige gevallen is dat moreel gezien niet de juiste manier, hè? Want misschien wil je culpabiliseren.
Maar dus dat zijn vragen. Wat ook interessant is, is dat de keuzes die we als mensen maken, dikwijls als we auto rijden, het gaat zeer snel. En een ongeval gaat zeer snel. Je hebt eigenlijk weinig tijd om na te denken. Terwijl nu, als we dingen gaan programmeren, dan moeten we eigenlijk op voorhand beslissen wat de beste manier is om met bepaalde situaties om te gaan. Ja. En dus komt plots die morele kwesties komen bovendrijven. Ja, want als een mens moet kiezen tussen een fietser of een voetganger, ik zeg maar wat, eigenlijk denk je er niet over na, want je doet het in een reflex enzovoort. Terwijl de machine kun je natuurlijk programmeren om vooraf zo'n keuze te maken. Ja. Maar dat betekent dat wij die keuze maken uiteindelijk. Voilà, en dat dan misschien ook de programmeurs en de firma die die auto maakt, medeverantwoordelijkheid is. Ja. Medeverantwoordelijk is. Dus ja, het creëert een hele hoop extra problemen natuurlijk. Ja. Nu, jij zit in beleidscommissies en dat soort zaken. Denkt men daar hard genoeg over na, op politiek niveau, bijvoorbeeld op de Europese Commissie of andere overheidsinstanties? Ja. Mijn indruk is dat men voldoende het idee heeft van oké, het komt niet meer in publieke discussies, we moeten er wel iets rond doen. Maar als het over wetgeving gaat bijvoorbeeld, dan is er niet zoveel dat er gebeurt. We zullen nu zien of de Europese Commissie wat ze nu gaan doen qua concrete wetgeving. Er is een proposal, een voorstel. Maar algemeen gezien, mijn ervaring in Oostenrijk bijvoorbeeld, is toch dat men liet ons als raad, ik zat in een raad voor robotica en kunstmatige intelligentie, men liet ons beleidsadviezen geven. Uitgewerkte adviezen na veel discussie enzovoort, net zoals bij de Europese Commissie. Maar uiteindelijk doet men er niks mee. Ja? En dat is echt een probleem dat het nog te veel een soort van lip service, een soort van de vlag zwaaien van we doen iets rond AI. Maar dat men niet echt een goed voorbereid beleid voert. Het is ook moeilijk natuurlijk, want de technologische ontwikkeling gaat snel. En er zijn allerlei maatschappelijke problemen. Dan, ja. Maar juist daarom denk ik is het belangrijk. Ja. En ze haken in ook. Ik denk dat de kunstmatige intelligentieproblemen ook inhaken op andere maatschappelijke vraagstukken. Dingen rond energie, klimaat bijvoorbeeld, is natuurlijk terecht hoog op de agenda staan. Ja. Dat heeft ook deels daarmee te maken, of je kunt het daarvoor gebruiken enzovoort. Dus ik denk dat het meer prioriteit zou moeten krijgen. En dat het zich ook zou moeten weerspiegelen, bijvoorbeeld in functies. Hè. Dus dikwijls nog, digitale technologie wordt vaak toegevoegd aan andere portefeuilles. Ja. Aan economie bijvoorbeeld, of het is een staatssecretariaat, maar geen minister enzovoort. Ja. En ik denk dat langzaamaan dat er wel meer bewustzijn kan komen er rond en dat, ja, dat overal ter wereld ook de politiek meer zal inzien dat we niet anders kunnen. Hè, bijvoorbeeld wat werk betreft, in de tijd van de industriële revolutie, we verwezen er al naar, raakten mensen hun job kwijt aan machines. Ja. Maar dat dreigt zich nu op zeer grote schaal voor te doen. Hè. Dus moesten auto's autonoom worden, al die chauffeurs, die truckers, die taxichauffeurs enzovoort, zouden allemaal hun job verliezen. Precies. En zelfs, dat is iets waar men zelden bij stilstaat, denk ik, zelfs kunstenaars of componisten, je zou denken dat is nu toch bij uitstek iets voor mensen, de menselijke creativiteit. Maar als je eens googelt naar composities gemaakt door AI-programma's, ik vind dat niet zo slecht. Hè. Dus zij maken knappe composities, want ze kunnen natuurlijk putten uit de hele muziekgeschiedenis enzovoort. En hetzelfde voor andere vormen van creativiteit. Dus dit lijkt mij toch iets wat prioriteit zou moeten hebben van hoe gaan wij dat opvangen, dat machines, programma's eigenlijk, daar misschien beter in worden dan mensen. Ja, zeker en vast. Dus ik denk dat onze
we hebben eigenlijk weinig ideeën daarover hoe we dat gaan doen. Hè. Voor onze systemen van sociale zekerheid zijn er eigenlijk niet op voorzien om, om massas mensen op te vangen. Je kunt altijd zeggen van ja, je moet mensen bijscholen, upgraden enzovoort, de kwaliteit, productiviteit verhogen, dit en dat. Maar uiteindelijk gaan er een aantal jobs verdwijnen en dat gaat zijn impact hebben. En daar moet je nu mee bezig zijn en niet binnen 10 jaar, want dan zitten we al voor een stuk in dat scenario. Dus dat is ook weer een voorbeeld, denk ik, om te zeggen van kijk, het is, eigenlijk zou het een politieke prioriteit moeten zijn en niet iets dat je zomaar nog bij Het zal niet doet. Een aantal jobs zijn, het zullen er gigantisch veel zijn. Hè? Ja, als die prognoses kloppen. Valt nog af te wachten, maar toch, het is niet onrealistisch. Hè? Ja, ook in een service-economie, dus het gaat natuurlijk niet alleen over de fabrieken en zo, maar in een service-economie zijn zoveel jobs die, waarvoor je niet heel veel scholing moet hebben. Of zelfs al heb je er scholing voor, maar de administratieve functies bijvoorbeeld, die nu overal door mensen worden vervuld, daar is een zeer grote kans dat er een groot deel van die mensen vervangen zal worden. Ja. Ik wil het ook nog even over de macht van de grote bedrijven hebben die hier de grote spelers in zijn. Facebook bijvoorbeeld. Hè. Ja. Facebook heeft bijna 2 miljard gebruikers. Dat is een gigantisch aantal. En wij geven Facebook eigenlijk met die 2 miljard mensen samen dagelijks enorme hoeveelheden data, in feite zomaar cadeau natuurlijk, waar het bedrijf dan gebruik kan van maken. Mijn vraag is, moeten wij daar als individuele Facebook-gebruiker wakker van liggen? Ik denk dat je zou zeggen ja, maar ik wil dan graag weten waarom. Ja. En ik citeer nog eens uit jouw boek. Al kan de economie hervormen, zodat... Artificial intelligence, hè, moet ik zeggen, kan de economie hervormen, zodat de wereld 1 grote databoerderij wordt, waarin mensen gemolken worden via hun smartphones. Het is nogal scherp gezegd, zijn jouw woorden. Ja, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja, het is wel waar we naartoe gaan. Dus we geven die data gratis. Maar het gaat niet alleen over de economie daarvan, maar ook de manier. Voor mij gaat het meer over de manier waarop je mensen behandelt eigenlijk. Mm. Dat je zegt, dat je doet alsof je een service geeft, maar eigenlijk wordt de inhoud rond je businessmodel van het data melken opgebouwd. En ja, het idee dat we toch graag hebben van onszelf, dat we autonome individuen zijn die beslissingen nemen enzovoort, wordt eigenlijk onderuit gehaald. Ook die informed consent is eigenlijk, dat we altijd moeten zeggen dat we akkoord zijn, is eigenlijk een aanfluiting, want je moet het wel doen als je de website wil gebruiken. Voor mij gaat het om dat we een wereld aan het creëren zijn waar die grote bedrijven om winst te maken mensen op een bepaalde manier gaan behandelen, gaan manipuleren ook. En daar speelt dan digitale technologie en kunstmatige intelligentie een belangrijke rol in. Betekent niet dat die technologie op zich evil is of zo, hè? Maar dat we wel moeten nadenken van kijk, moeten we daar ook niet meer regulering hebben om te zorgen dat die mensen hun burgerrechten gaat beschermen. En het probleem is dat we als individuele gebruiker van die systemen eigenlijk heel weinig macht hebben. Ik als individu kan niks tegen Google of Facebook zeggen. Dus ik denk dat we daarvoor een stuk een politieke beweging naar meer controle over die technologie en wat ze met ons doet nodig hebben. En daar is op dit moment een soort van democratisch deficit, want we laten die grote bedrijven eigenlijk dat allemaal bepalen en ontwikkelen zonder dat we daar als samenleving op een democratische manier iets over kunnen zeggen. En daarom ben ik nu op dit moment ook bezig meer met die politieke kant te bekijken van hoe kunnen we dat misschien op een andere manier organiseren. Ja. Heel even ook nog dit. Artificial intelligence creëert steeds beter
fictieve beelden. Er zijn foto's van mensen die eigenlijk niet bestaan, hè. Dus, ja. dus gezichten die gegenereerd worden, filmpjes, denk aan deepfakes enzovoort. Zal het onderscheid op langere termijn tussen ja, realiteit en fictie daardoor steeds vager worden? En is er een risico dat artificial intelligence, ja, wat ik dus nu maar noem, fake news zal creëren, gebeurt eigenlijk nu al, ja. en dat wij het niet meer zullen kunnen detecteren? Ja. En dan zitten we toch met een hele bijzondere situatie, zowel filosofisch als politiek, ja. maatschappelijk. Ja, academisch zeer interessant natuurlijk, ja, om na te denken over werkelijkheid en het virtuele bijvoorbeeld, ook in de context van metaverse. Gaan zijn er allerlei ontwikkelingen. Waar Facebook ook weer in zit. Een zeer belangrijke speler wil zijn. Het probleem is dat als wij het niet meer kunnen herkennen, dat die mogelijkheden tot manipulatie veel groter worden. Niet alleen politiek, maar ook om allerlei commerciële redenen. En het enige wat je dan nog kan doen, is een andere kunstmatige intelligentieprogramma vragen om dit te detecteren. En zo krijg je een soort van wapenwedloop tegen de deepfakes. Ik denk dat het inderdaad een zeer groot probleem kan zijn. Vooral omdat we het nog niet gewoon zijn. We zijn het nog niet gewoon om naar videobeelden te kijken en ons af te vragen, is het fake of niet? Ja. Wat we zien is normaal gezien wat daar echt is. Voilà. Ja. En ik denk wat nodig is daar, is, ik vergelijk het een beetje met de schriftelijke revolutie, zou je kunnen zeggen. Daar hebben we eigenlijk moeten leren dat iets niet noodzakelijk waar is, omdat het gedrukt staat. Ja. En dat leren we eigenlijk op school. Dat is al een deel van onze cultuur, dat we ook niet helemaal naïef daarin zijn. Maar ik denk met die beeldcultuur die door sociale media en digitale technologieën wordt verder gepusht, dat we met die beeldcultuur beter gaan moeten omgaan en dat ook gaan moeten leren. Dat is een leerproces. Want je kunt proberen dingen te verbieden, maar je zal regulering moeten hebben en je gaat detectie van enzovoort. Maar ik denk uiteindelijk dat we ook moeten omgaan met die nieuwe wereld. Met die wereld waar sommige dingen niet echt zijn, niet waar zijn enzovoort. Dus dat wordt een grote uitdaging. Ik ga je nog één citaat voorleggen uit je eigen boek. Artificiële intelligentie is goed in patronen herkennen, maar wijsheid vergaren is voor machines een brug te ver. Dat blijft een uitdaging voor mensen. Mm-hmm. Dat klinkt positief, zal ik maar zeggen, maar weten wij wat wijsheid is? Er is op dit moment, tijdens ons gesprek, opnieuw een oorlog gaande in Europa. Dat is allemaal niet zo wijs en verstandig, lijkt mij. Zou het niet kunnen dat artificiële intelligentie en dan als moral agent ook wijzer zou worden dan ons? Dat een programma zou zeggen aan Poetin, dat toch niet doen. Hoe dwaas zou dat niet zijn? Ja. Het probleem is natuurlijk ligt niet zozeer aan. Dit soort problemen komen niet omdat er niet genoeg wijsheid in de wereld is, maar omdat er bepaalde politieke problemen zijn die denk ik op een andere manier moeten opgelost worden. Ik geloof wel dat wijsheid nog iets is dat met ons mensen te maken heeft, omdat wij op een andere manier uit onze eigen ervaringen leren. De wereld interpreteren, improviseren enzovoort. Ja. En ik denk dat er toch nog dat domein is. Ja. Dus je zou een onderscheid maken tussen kunstmatige intelligentie en kunstmatige wijsheid? Ja, want ik denk dat die kunstmatige wijsheid dus altijd zeer beperkt zal zijn. En dat we die menselijke diepere wijsheid nodig hebben. Wat niet betekent dat de wijsheid altijd gevolgd wordt. Nee, okay. Of dat er altijd geluisterd wordt naar wijze mensen. Juist. Goed, we zijn aan het einde van ons gesprek gekomen. Ik dank u zeer, Mark Koekelberg. Dat is graag gedaan. En ik zou u tot slot willen vragen of je een stukje wil voorlezen uit je eigen boek. Oké, dat zal ik graag doen. Ik wou namelijk ook op het einde over die wijsheid lezen. Oké.
Om de grote problemen van deze tijd op te lossen, zullen we enerzijds menselijke en artificiële abstracte intelligentie nodig hebben. Dus ook de menselijke, maar niet tegen de techniek. Maar anderzijds ook praktische wijsheid moeten opbouwen door concrete, situationele, menselijke ervaring op te doen. Bijvoorbeeld door nieuwe technologie zelf te gebruiken. En waar de ontwikkeling van AI ons naartoe zal leiden, weten we nog niet. Maar dat praktische inzicht zal sowieso van onze kant moeten komen, van de menselijke kant dus. Artificiële intelligentie is goed in patronen herkennen, maar wijsheid vergaren is voor machines een brug te ver. Dat blijft een uitdaging voor ons, voor mensen. Ja, het is niet toevallig dat ik dat er ook uitgepikt had. Ja. Ik dank u zeer voor dit gesprek. Dank u wel.